Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik weer laten zien wat ik deze week allemaal gekocht heb. En een kleine boodschappen shoplog doe. Waarbij ik in ieder geval in de omschrijving ook laat weten wat wij allemaal per dag gaan eten. En dan geef ik jullie al snackopties en neem ik jullie gewoon mee wat we allemaal gehaald hebben. Vind je deze video zo leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan ga ik nu laten zien wat we allemaal in huis hebben gehaald. Dit zijn alle dingen die wij nodig hebben voor ons avondgerecht. Vanavond eten we leftover Chinese en morgen eten we nog pasta carbonara. Had ik nog in de koelkast staan. Woensdag eten we andijviestamppot met spekjes. En donderdag eten we spaghetti. En vrijdag eten we weer aardappels met spinazie en ei. Dan eten we ook nog een keertje shawarma met knoflooksaus en eventueel een beetje sla. Sla en komkommer natuurlijk ook voor mijn lunch. En die ligt daaronder. Ligt er nog makreel. Dat is een beetje mijn proteïne source voor deze week. Dan hebben we nog wat extra drinken. Kleine flesjes voor mee naar school of werk. En dan de aardappels, want die had ik dus niet meer. Dan een beetje de dingetjes die ik eigenlijk niet eet. Zoals beleg, beschuit, boter, afbakbroodjes. Broodjes en croissantjes en dingetjes voor mee naar school. Dat vinden die kinderen altijd heel erg lekker. En die gaan altijd super hard, ook als ze bijvoorbeeld naar zwemles moeten of wat dan ook. Dan moest ik ook ontzettend veel voorraad aanvullen, zoals je kan zien. Ook hier zitten wel snackjes tussen, maar we hadden bijvoorbeeld geen hagelslag meer, geen chocopasta op voorraad, geen jam meer op voorraad. De aromat kon ik nergens vinden, de pindakaas stond niet meer op voorraad. Dan heb ik worteltjes voor bij mijn hummus. Siroop had ik niet meer op voorraad en melk had ik nog maar één pak. Dan appelmoesjes gaan altijd wel op met druifjes en cashewnootjes. Perziken, nou, een heleboel eieren dan ook voor het avondeten even tussendoor. Blauwe bessen, kiwis, appels, de hummus, avocado's, snoepjes, slagroom en natuurlijk de chocola voor na het avondeten. Dus dat is eigenlijk alles wat ik deze week nodig had. Het was vooral heel veel voorraad aanvullen, dat mocht er iets opgaan, dat ik dat kon aanvullen. En we hadden gelukkig niet heel veel avondeten nodig, omdat we gisteren Chinees op hadden. En, dat was alles wat we deze week in huis gehaald hebben. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en wat inspiratie eruit hebben kunnen halen. Avondeten en de snacks en dat soort opties zet ik altijd in de omschrijving beneden neer. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ja.